Ik had eerst de HO gedaan, woonde in Arnhem, was gaan werken bij Meiburg en ik had heel snel in de gaten dat, wilde je daar met ambitie iets aan je loopbaan doen, dat je eigenlijk een academische opleiding moest hebben. Heb me georiënteerd, hoorde over Tilburg hele goede geluiden, wilde fiscaal recht doen en zo koos ik voor Tilburg. De contacten met de hoogleraar, docenten die heel kort heel goed waren, sprak me bijzonder aan. En hoogleraar professor Van Dijk heeft heel veel indruk gemaakt. Herinner me dat we een keer een college gehad hadden, de week daarna kwamen en hij zei: je moet alles vergeten wat ik vorige week donderdagavond verteld heb. Ik was niet in vorm, er zat onzin tussen, het was gewoon slecht. Vergeet alles. Als je als hoogleraar dat kunt permitteren, dan ben je denk ik echt een kanjer in je vak en dat was het. Ik ben begonnen bij Meiburg als belastingadviseur, partner geworden bij een accountantskantoor. Heb een kennisorganisatie Fiscount met een aantal maatjes opgebouwd. Daar waren we een van de eerste die een fiscale kennisbank online via internet, en dan praat ik over 89-90, eigenlijk gingen aanbieden. Ik heb mijn bedrijf verkocht aan Elsevier, uitgeverij Riet Elsevier. Dat was in 97 en toen dacht ik, wat ga ik nu doen? En toen ben ik in het onderwijs terechtgekomen als voorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dat heb ik 8 jaar gedaan. Ik ben nu bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen. Werk elke dag met heel veel plezier aan wat je doet. Dat is mijn ambitie echt elke dag. En dan heb je een leuk leven. Ik heb fantastisch werk. Ik doe er nog dingen naast. Onder andere voorzitter van de Wielerunie, de KNWU. Dat is ontzettend leuk. Dus genieten van het leven, daar met heel veel ambitie hard aan werken, dat is erg leuk. Op de een of andere manier, dat is toch heel bijzonder, is je opleiding bij je universiteit, blijf je lang bij het netwerk, de contacten, hoogleraar, docent, het blijft een netwerk wat eigenlijk al die jaren daarna een soort basis is waar je op terug kunt vallen. En die inmiddels 25 jaar dat ik hier weg ben, is er elk jaar wel weer een aanleiding om met mensen uit die omgeving, of oud-studenten, medestudenten of hoogleraren contact te hebben. Eigenlijk 2 dingen. Het eerste, haal het maximale uit je opleiding en uit je tijd op de universiteit. Ik heb hem als avondopleiding, deeltijdopleiding gedaan. Als ik me nou ergens in vergist heb, ik had hem eigenlijk als dagopleiding moeten doen. Had ik nog veel meer kunnen genieten van je studententijd. En genieten wat mij betreft in 2 opzichten. Genieten door echt het maximale uit je studie te halen. Het is een voorrecht om hier te mogen studeren. En doe er zoveel mogelijk naast. Of het nou is in sport, in bestuurlijke activiteiten, in netwerkverband. Dus haal het maximale uit die gouden studietijd die je hebt.